Welkom bij deze nieuwe video van Polestar. Wij gaan vandaag naar het UZ Gent. Ik voel me nog altijd niet 100%, daar ben ik er wel bij. Dus het is niet gemakkelijk om te praten. We gaan nu naar het shoppingcenter, want normaal gaan we met de trein, maar de treinen staken. En daar wacht de begeleiding om het op te halen. Dus dat gaan we eventjes doen. Het is natuurlijk altijd heel spannend, want de afspraak heeft er waarschijnlijk te maken met mijn baarmoederoperatie die ik binnenkort wil laten uitvoeren. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat verlopen en hoe het er gaat uitzien. Dus we gaan even tot aan de begeleiding. Dus we zijn aangekomen aan het shopping. En nu is de wachtenblazen. Wachten op de begeleiding hier naar het shopping. Dus we kunnen nog niet meer wachten. En we moeten helemaal kussen en draaien. Dus kussen en rij. Dus dat is hier zo'n plaatsje dat we naartoe kunnen gaan. Dus dan gaan we dan maar eens gaan wachten, hè, op de begeleiding. Dus we zitten nu in de auto. Dit is wat je nu ziet. De wagen. Dus we zijn aangekomen. Het was veel aan het ziekenhuis plaats van op de snelweg. De nieuwe dingen, een nieuwe trend. Dus blijkbaar moet je daar dus ook nog eens rekening mee houden. En die gaan met de trap naar beneden. Dus we lopen hier in het ziekenhuis en we moeten nu naar de oncoloog. En dan wandelen we daar. Spannend. We zijn zo net binnen geweest en dan hebben we alle gesprekken gehad. We was in dat kamertje daar. En nu zijn we aan het wachten op de dokter. Wel spannend natuurlijk, maar dat komt allemaal in orde. Dus dit is wat ze eigenlijk ongeveer gaan doen. Dus voor mij, dat is wat er bij mij eigenlijk nog in zit. Dus, en dan gaan ze verwijderen. Dus we zijn er net binnen geweest, heb je kunnen zien. Ik heb daar ook een beetje de uitleg gegeven. Dus er is nog wel een datum voor de operatie. Dan ga ik straks allemaal vertellen wat de datums zijn. En dan worden die ook de hoogte gesteld. Nu zijn we nog aan het wachten. Dus dan is het allemaal in orde. Alle afspraken zijn nu gedaan. Alle afspraken. Dus ik heb ze allemaal kunnen volgen. Er waren er veel, er waren er 3. Dus we hebben ze allemaal gedaan. En de uitleg gaan jullie straks weer krijgen. Wanneer de afspraken en zo. We gaan nu naar de auto. Dus. Ik ging ook een beetje naar beneden, daarom omdat er iemand in beeld komt. We hebben ook een hele map meegekregen, opname map, waar alles moet ingevuld worden en zo. Dus dat is ook nog een heel dossier op zich. En die is echt wel heel groot, die map. Dus, maar die ga je straks ook gezien krijgen. En maar het was wel leuk en ook wel, je leert ook wel heel veel bij daarover, wat ze precies gaan doen, hoe dat ze dat gaan doen. Dus dat was wel leuk. En nu gaan we richting de auto om terug naar huis te gaan. En dan als ik thuis ben, dan gaan jullie alles te weten komen. En dan komt het helemaal in orde. Hè. Dus ik ben net terug thuis van het UZ Gent. En ik heb zo'n heel boekje gekregen. Ik ga het even erbij pakken. Een heel romslomp. Eigenlijk. Dit is het boekje. Zoals ik kan zien. Opnamen. Mapje. Dus dit papier ik helemaal moet invullen. Ik kan niet alles laten zien wat in de mapje zit natuurlijk, dat is ook logisch, dat is ook een stukje privé. Maar dus de 19 januari 2024 word ik dus opgeleerd aan mijn baarmoeder en eierstokker, die gaan er uit. Dat is een hele ingreep, dat is natuurlijk ook niet voor te lachen. Het is ook, wat ik zei, een stukje een kijkoperatie dat ze in de buik gaan doen. Dus ze gaan eigenlijk gewoon een gaatje maken hier, een gaatje daar, een gaatje daar. Dus ja, dat wordt een hele opgave, een heel speciaal gedoe. Dus ik vind het ook wel spannend, maar ook wel zoiets van, yes, we kunnen eraan beginnen, we kunnen een stapje verder gaan. En daar kijk ik wel heel erg naar uit om dat te doen. Ze hebben ook gevraagd
So van, waar ik ergens allergisch aan ben. Of ik nog kinderen wilde. Dat is ook heel belangrijk. Wilt jij nog kinderen van jezelf? Maar ik heb gezegd nee, ik wil geen kinderen. Dus nee. Voor de rest is er eigenlijk niet zo heel veel dingetjes dat je moet weten. Je krijgt zo'n folder mee waar dat alles in staat. Van informatie. Maar op zich is dat geen probleem. Normaal zou ik de eerste de avond al thuis kunnen zijn. Maar wegens dat ik dus helemaal alleen ben, gaan ze kijken of wat dat lukt. Lukt dat niet, dan blijf ik nog langer in het ziekenhuis. Dus dat hebben ze wel genoteerd. Dus dat komt eigenlijk allemaal wel in orde. Dus daar heb ik niet echt zoveel zorgen in. Moesten er nog vragen zijn, laat ze gerust weten, dan maken we daar een aparte video over. Maar dit is eigenlijk een beetje wat er te vertellen valt. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Zeg een duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En hopelijk zien we elkaar snel weer terug. Tot ziens!